zijn begonnen met het organiseren van een bruidsbeurs. En een bruidsbeurs is in Almelo eigenlijk nog nooit geweest. Tenminste, zo lang als ik me kan herinneren niet. En dat is wel een gebrek in Almelo. We hebben dus niks op het gebied van trouwen. Terwijl er toch in Almelo natuurlijk ook getrouwd wordt. En toen kregen wij het idee van, daar moeten wij op inspelen. En dat kan natuurlijk niet beter dan door middel van een beurs, een soort bruisbeurs. We willen, de bedoeling is eigenlijk om één keer in het jaar een echte bruisshow te doen, zoals ze wel vaker gegeven worden. Dus een avondvullend programma met standjes en aanverwant artikelen en een modeshow en dergelijke. En als aankondiging, als presentatie willen wij een maand lang het hele Huis van Katoen in het teken zetten van trouwen. En dat is de bruisbeurs en dat is in samenwerking met heel veel Almelose ondernemers die ons allemaal helpen en die ons allemaal steunen, want we hebben een hele leuke actie. De bruisbeurs zelf die gaat bestaan uit heel veel bruidsjurken, hopen we, want die gaan we namelijk opvragen via de kranten en de media verder, de dag- en weekbladen. We willen bruisjurken van mensen die ooit in Almelo zijn getrouwd, of dat nou 50 jaar geleden is, of 5 jaar, of 5 weken. Maar die willen we hier graag presenteren. Dus wij zorgen voor de etalagepoppen en de presentatie. Daar moet dan wel een foto bij van het bruidspaar uit die tijd. Dus we willen eigenlijk het hele Huis van Katoen willen volzetten met etalagepoppen met bruidskleding. En dat is dus eigenlijk een beetje de presentatie hier. Daarnaast krijgen we al onze sponsoren die ons steunen. Die krijgen hier een ruimte waar ze zich in kunnen presenteren. Dus of dat nou over de trouwringen gaat of over de bruidsjurk of over de bruidstaart. Maakt niet uit wat. Trouwauto, bruidsboordje, maakt allemaal niet uit. Alles wordt hier gepresenteerd. En daar staat het Huis van Katoen een maand lang, de hele maand juni, aanstaande juni, staat dan in het teken van trouwen. En dan als hoogtepunt hebben wij 26 juni. Hebben wij een bruidspaar hier, dat voor het eerst in het Huis van Katoen gaat trouwen, dus dat wordt ook een trouwlocatie hier. En dat bruidspaar die krijgt de hele trouwerij aangeboden. 14 februari, dan sluit de inschrijving en dan gaan wij een selectie maken uit de ingezonden deelnemers. En dan gaan we daar met een aantal mensen omheen zitten en dan zoeken wij uiteindelijk één bruidspaar op die dus de dag van hun leven aangeboden krijgt. Dan krijgt het bruidspaar wat dan uitverkoren is, die krijgt dan door de Almelose ondernemers een geheel verzorgde trouwerij. Het is geen bruiloft, maar een hele trouwerij. Van de witte duiven tot de ambtenaar, tot het bruisbordje, het bruisboeket, de bruidsjurk, het bruidspak. Manicure, pedicure, opmaak, kapsel. Alles wordt verzorgd. Het is wel erg leuk. We zijn inmiddels er zijn heel veel reacties binnengekomen. We zijn inmiddels de 60 inschrijvingen. Bruidsparen hebben zich ingeschreven, of aspirant bruidsparen. Mensen die dus hier graag voor in aanmerking willen komen, die zijn dus inmiddels al binnen. Maar er zijn nog mensen welkom, dus de sluiting is op 14 februari. En het staat al 2 weken open.